een man in een bar, een beetje een rare bar, een hele vage bar, maar hij heeft ontzettende dorst. Er zit alleen een pianist in de hoek te spelen en hij gaat in de bar zitten. Komt een man van de trap naar beneden en zegt, wat moet je hebben? Zit, doe mij maar een bier. En die man rekent af en gaat weer naar boven en zit aan de bar, zet een biertje voor zich neer. Komt van de hoek van de bar, komt een aapje aan rennen, gaat zo zijn bal in zijn bier zitten wassen. Denk je, nou wat? Hij neemt toch een slok, zet dat glas weer neer. Komt dat aapje weer aan, met zijn bal in zijn bier zitten wassen. En die man die moet dat kwijt. Maar er is niemand in die kroeg, alleen die pianist. En dan zeg ik het gewoon tegen de pianist. De pianist, er zit een aapje zijn bal in mijn bier te wassen. Nou zegt de pianist, ik ken het niet, maar als je het fluit kan, misschien spelen. Zo is er een café-eigenaar die heeft al jaren, komt er een doodstomme vrijgezellenclub, die komt al jaren op visite daar. En ook deze maand weer, op de zaterdag, heeft hij hem netjes gepland. En hij heeft alles in geuren en kleuren, het hele plan, wordt hij op vrijdag ziek, zeg. Dus hij belt zijn broer op, hij zegt, joh Jan, hij zit met een probleem, hij zegt, die doodstomme vrijgezellenclub, die komt weer. Hij zegt, dat kan ik echt niet afzeggen, hij is een vaste klant. Hij zegt, wil jij voor me invallen? Natuurlijk, zegt Jan, doe ik. Hij zegt, maar kom even langs, dan geef ik je even instructies. Dus hij komt langs, hij zegt, Jan, hij zegt, niks bijzonders, ze drinken alleen maar bier of een borrel. Hij zegt, als ze zo doen, willen ze bier, en als ze zo doen, een borrel. Hij zegt, verder niks aan de hand, is een eitje. Hij zegt, goed, dus hij de zaterdag heen, gooit die tent open, ja, dan komen ze met z'n allen binnen. Hij zegt, netjes zitten aan een tafeltje, en ja, de eerste begint, bier, borrel. Heb iedereen van een drankje voorzien? Hebben ze dat drankje op, gaan ze in één keer zo zitten, zeg. Hij denkt, nou, wat krijgen we nou, joh? Dus hij denkt, nou, hij sodemiet dat 100 frikandellen in die pan en hij smeert een paar broodjes. En hij duwt die frikandellen erop en hij serveert die broodjes. Hij denkt, ze zullen wel honger hebben. Dus hup, hun vreten die broodjes op. Zijn ze klaar, zeg, met die hebben ze nog een ijs op en ze beginnen weer. Hij denkt, nou weet ik het niet meer, dus hij belt zijn broer op. Hij zegt, Kees, hij zegt, ik begrijp er niks meer van. Hij zegt, ze doen één een bier, twee borrel. Hij zegt, dat begrijp ik allemaal, ik heb ze te drinken gegeven. Dan gaan ze zo met die mond open zitten zo. En dan geef ik ze wat te eten, ze hebben het nog niet op. Of ze gaan weer met die mond open zitten. Hij zegt, oh Jan, hij zegt, dat ben ik vergeten. Dan zullen ze het clublied te zingen. Ik zit in een bar. Lekker gezellig. Mij op het hoekje komt een man binnen, keurige man. Hij zegt tegen die barkeeper, zeg mij een whisky, neem jij ook een whisky? Geef die mensen ook een whisky? Nou, die barkeeper, denk ze lekkere. Tweede rondje weer, en zeg mij nog een whisky, neem jij nog een whisky? Geef die mensen ook nog een whisky? Denk zo, naar het derde rondje zegt hij, meneer, neemt u niet kwalijk? Hij zegt, ik ken u helemaal niet, het is misschien erg onbeleefd. Hij zegt, maar zou u tussendoor even wat af willen rekenen? Hij zegt, van die whiskies lopen nogal op. Ja, ik heb helemaal geen geld bij me. Hij zei, nee, dat vermoed ik al. Zit hij, als hij van mij naar buiten loopt, zit hij. Dus hij loopt mij naar buiten, krijgt twee blauwe ogen, komt hij terug. Dan zegt hij, gemeen nog een whisky, geeft die mensen nog een whisky en jij krijgt niet meer, want jij wordt agressief. Er komt een man, die komt in een café en die komt binnen en die maakt een salto voorwaarts, salto achterwaarts, flikvlak op de barkruk. Hij gaat zitten, bestelt wat te drinken, die barkeeper zegt, zo, dat is knap. Waar is dat allemaal goed voor? Nou, zegt die man, hij zegt, we hebben hier in het dorp, werk ik in een circus, een acrobaat. Nou ja, zegt hij, dat kan, hartstikke knap. Even later zwaait weer de deur open, komt de man binnen. Drie dubbele salto, flikvlak, op de barkruk. Bestelt ook wat te drinken. Nou, zegt die barkeeper, twee op één dag? Ja, ze is mijn collega hoor. Hij zegt, we doen samen een act in het circus, acrobatennummer. Oh, nou ja, zegt hij, dat kan. Kwartier daarna zwaait weer de deur open en er komt een man binnen. Nou, drie dubbele salto, flikvlak, voorwaarts, achterwaarts. Komt met een silent show boven die bar. Op die barkruk. Oh, is die barkeeper, ik weet het wel. Je werkt in het circus, zit hij van. Nee, kerel, zit hij, mag wel eens een ander deurmatje kopen. Een dronken man komt naar de bar, zit hij over, zit twee cognacjes. Eén drinkt hij leeg en één giet hij in zijn borstzakje. Die overhoort. Hij ziet niks. Even later zit hij dronken. Hij zegt, oma, ze zien vier cognacjes. Hij drinkt er twee leeg, twee in het borstzakje en weer. Toen zegt hij, oma, meneer, zegt hij, ik hoor allemaal vreemde geluiden. U bent dronken, u giet cognac in uw borstzak. Dat is niks voor deze zaak. Ga betalen en vertrekken. Toen zegt hij, Zalla, nou moet je eens goed luisteren, zegt hij. Als je je stomme kop niet houdt, zegt hij, steek je ogen uit. Ik breek je neus, ik vouw je dubbel. Komt hier bovenuit de borstzak zo'n heel klein muisje en dat zegt, ja, en dat geldt ook voor die schele kat van jou.